Goedemorgen traders, dit is het marktcommentaar van zondag 25 juli en we kijken weer een week vooruit. Dit is de Dow, links de dag en rechts de weekgrafiek. En als we even kijken naar de vorige vlog, zeg maar de rode draad van het verhaal. Ik gaf toen aan dat wij aan het einde waren van de dagcyclus. En dat we begin van de week, dus van de afgelopen week, dat we nog een vervolg zouden krijgen van die end-of-cycle fase. Dat dat punt een mogelijke long trade zou kunnen opleveren. En dat we dan in die opgaande nieuwe dagcyclus, dat we daar dan moeten kijken hoe die dagcyclus eruit ziet. Of dat die dagcyclus tot een lagere top gaat leiden, dan wel dat we bijvoorbeeld een fail breakout gaan krijgen. Deze twee varianten, dat zouden zeg maar de bearish varianten zijn, de top varianten. Maar ik gaf aan dat we in die sell-off, dat we daar op die dagcyclusbodem in principe een long trade zouden kunnen doen. En ik weet dat een aantal mensen, ook op Twitter zag ik berichten voorbij komen, inderdaad die kans hebben gegrepen om daar een mooi ritje omhoog te pakken. Ik laat jullie ook zo meteen even wat zien hoe je dat dan vrij makkelijk kunt doen. Want je ziet hier in de Dow, we hebben dit was de daling van maandag. Kijk, dat was die maandag, dus we hadden hier nog een forse sell-off even kijken, 800 punten. Dus dat was behoorlijk. Daarmee is ook het minimale target gehaald wat ik toen aangaf voor die dagcyclusbodem op 34.000. We zijn daar iets verder gegaan, maar dit target werd mooi gehaald. En we kregen hier een cyclusbodem. En sindsdien is de Dow weer flink in herstel. En we zijn zelfs hier weer tegen die vorige top aan. Hier. Dus je ziet, dit niveau is eigenlijk een heel belangrijk niveau. Daar zie je dat vanaf begin mei de Dow eigenlijk elke keer weer terugvalt. Maar wat we dus nu zien, en dat is heel evident, is dat wij dat dit wederom impuls is. En nog even terug naar diverse eerdere vlogs. Hoe willen wij een top zien? Dus we hebben een beweging omhoog en op een bepaald moment krijg je een eerste beweging naar beneden. Die beweging lijkt dan impuls te vertonen. Nou, dat zagen we al hier, dat zagen we hier. En dat zagen we hier ook. Nou, dus dat is die eerste beweging hier. In die eerste beweging gaan we nooit short. Of we doen dat maar heel klein als wij de timing kunnen doen middels intraday charts. En dan is het dus afwachten op of, ik teken dat even een stippenlijntje, of op een lagere top. Waarbij je wilt zien dat het herstel omhoog tegen die iedere daling correctief is. En wat is een correctief herstel? Ook dat heb ik al heel vaak uitgelegd. Een correctief herstel is dat wij, dus dit is de daling, is dat we zeg maar allemaal overlappende bars krijgen. Dus je krijgt overlappende bars. Nou, je ziet het karakter zeg maar, van deze pullback is heel anders dan van deze impuls. Dus dat en dat zou dan leiden tot een eerste dalende of een eerste lagere top. En dan neemt de impuls het weer over. Dat is dus één scenario. Het andere scenario is dat wij die daling hebben en dan vervolgens krijgen we een beweging omhoog. Die beweging omhoog mag impulsief zijn en dan krijg je hier een failed break. Dus we krijgen een uitbraak boven die vorige top. En dan vervolgens een hele, dat is belangrijk, een gewelddadige terugbreken daarvan. Dat zou dus in concreet betekenen dat we willen zien dat we hier uitbreken. Hier. En dat we dan eigenlijk net zo hard weer terugbreken. Dus
Dit is geen uitbraak. Als we dus zo een beetje terugbreken, dit is niet wat we willen. Nee, we willen echt zien, we breken uit. En we breken met bijvoorbeeld een hele grote, dikke rode bar, breken we terug. Want dat betekent dat hierboven de kopers eigenlijk getrapt zitten. Die zitten in een bulltrap. Moeten acuut hun posities draaien. En je ziet dit soort traps, zie je dus regelmatig op toppen en ook op bodems ontstaan. Nou, dat scenario zou eventueel nu kunnen gebeuren, want we zitten dichtbij een belangrijke weerstand. Hè. Je zit hier tegen die zone aan. Stel, we breken je uit en je breekt dus net zo hard terug. Dat zou een moment zijn waarop je eventueel een short trade zou kunnen plaatsen. Alle andere scenario's zijn voor mij niet bearish. Het plaatje is nu gewoon weer, en ik gaf dat vorige vlog al aan, je moet deze dagcyclus gewoon nog gebruiken om aan de longkant te gaan. En dan moet je kijken hoe lang die cyclus duurt. Het plaatje is op dit moment gewoon nog hartstikke bullish. En dat zie je ook hoe snel de koers in staat is om die daling, om in enkele dagen die daling eigenlijk weer goed te maken. Nou, en over die daling gesproken, kijk, zolang het tegendeel dus niet wordt bewezen, gaan we dus long op kracht. Ik laat jullie ook even zien hoe je dat dan relatief eenvoudig hier had kunnen doen. We pakken hier rechts gewoon de 2-uur chart. Sorry, het is links. Even hier rechts de 2-uur chart. Om je gewoon een voorbeeld te geven hoe dat eruit ziet. Dit is die grote daling. Op een bepaald moment zie je die, je ziet ook hier in de 2-uur chart zie je die cycles ontstaan. Hè? Kijk, je ziet hier cycle bodems. Kijk, je ziet hier, hier loopt een cyclus. Dus je ziet hier op een bepaald moment, hier zitten we helemaal onderin. De vorige cyclusbodem ligt daar. En vervolgens wacht je op een duidelijke omkeer. Kijk, dit is die duidelijke omkeer. Hoe noemen we dit? Ook vaak voorgekomen. Een bull 180. Dus een sterke rode bar, gevolgd door een uitname van die rode bar. En dat na een hele reeks van dalende bars. Dit is dus het punt waar je long gaat. Op een locatie hier in de dagchart, waar je qua tijd en indicator mogelijk een bodem verwacht. Nou, dus dit is jouw long entry, dit is jouw stop. En daarna is het eigenlijk trailen. Je trailt dus eigenlijk met die pivot punten mee en laat je dan vervolgens gewoon uitstoppen. Het is echt, men zegt wel eens, trading is simple but not easy. Het simpele is, er zit een, het is geen rocket science, maar het moeilijke daaraan is om je er ook aan te houden, om op het moment dat je dus hier onderin staat en je krijgt dit, om dan ook de trekker over te halen en dan inderdaad die trade aan te gaan en je dan aan een plan te houden dat je dus op koersdoelen wacht, dat je je stop aantrekt en dat soort zaken. En dat je ook bijvoorbeeld niet te snel winst neemt. Dus kortom, wat we hier dus zien in de linkerchart is gewoon duidelijk impuls. En dat is eigenlijk een herhaling van zetten. Want hoe vaak hebben we dat nu nog niet eerder gezien? Heel vaak, eigenlijk elke keer zien we dat. Dat dalingen binnen no time eigenlijk weer terug worden gepakt. En ik heb jullie ook uitgelegd waarop we dus in principe wachten. En zolang dat niet het geval is, is er geen reden om aan een short te denken. Hier rechts heb je dus het weekplaatje. Met daarin ingetekend de cycles. We beginnen dus hier nu weer aan een nieuwe dagcyclus. Hè? En we zijn hier begonnen aan een nieuwe weekcyclus. Die weekcyclus telt nu 1, 2, 3, 4 bars. Dus het ligt in de verwachting dat deze weekcyclus mogelijk een top laat zien rond of eerder dan het midden, dan de 10e week. Maar dat met bar nummertje 4 betekent dat we nog echt in de beginfase zitten en dat nieuwe highs op zich heel goed denkbaar zijn. Dus het is heel goed denkbaar dat wij hier in eerste instantie nog gewoon uitbreken
En dat we dan uiteindelijk hier gaan dalen. En waarbij het venster, zeg maar, had ik jullie aangegeven, ergens zeg maar in de periode ligt. Ik teken het hier even nog in. Van hier tot daar, zeg maar. Dat betekent in de periode. Ik laat even zien. Kijk. Als we even dit zo doen. Kijk, dan zie je hier 15 bars. Dus dat zou een korte cyclus zijn. Tot 20 bars. Dus dit is zeg maar een venster. Misschien ook nog zo. In dit venster. Dit is eigenlijk een beetje de tijdperiode waar we de mogelijke bodem van die 80 weeks cyclus gaan verwachten. Nou, waar ligt dat dan, dat niveau? Even kijken, qua tijd. Dat ligt tussen 4 oktober en 29 november. Dus je ziet, dat is allemaal, daar hebben we het uitgebreid over gehad, dat is allemaal wat naar achter geschoven. In eerste instantie was dat zeg maar medio eind juli. Maar nu zie je dat deze cyclus langer wordt, dat er dus een extra weekcyclus achteraan is geschoven. En dat het allemaal is opgeschoven. En dat plaatje past op zich natuurlijk in het seizoenspatroon, dat bijvoorbeeld de maand augustus en de maand september, dat relatief zwakke beursmaanden zijn. Dat zijn de zwakste beursmaanden van het hele jaar. Dus het is goed mogelijk dat we in de maand augustus uiteindelijk echt de top krijgen. En dat we dan in de 6-7 weken daarna een patroon zien van daling. En dat die daling dan uitmondt in die genoemde periode in oktober, zeg maar. En dat we vanaf dat niveau dan weer omhoog kunnen kijken. Want dat heb ik ook aangegeven. Het gaat om twee dingen. Op de korte termijn, op de hele korte termijn gaat het om buy the dips, zoals we het hier hebben gedaan. Iets langer gaat het om het proberen om die daling van die 80 weken cyclus te pakken, mits die goed wordt aangegeven door de markt. En als we nog iets verder kijken naar die bodem die we dan verwachten, dus zeg maar die volgende week cyclusbodem, op die week cyclusbodem, daar willen we dan in principe long voor een nieuwe beweging omhoog naar nieuwe highs, waar we in Q4 van dit jaar en uitlopend in Q1 van volgend jaar nog mooie rendementen naar boven toe kunnen verwachten. Dat is een beetje het plan wat we hebben. Goed, Nasdaq, in principe hetzelfde verhaal. Ook hier zagen we de sell-off en we zagen ook hier het minimale target. Dat had ik je aangegeven, werd hier ook gehaald. En ik laat jullie hier ook even zien hoe je hier dan op met intraday charts, waarbij je niet eens zo heel kort hoeft te kijken, maar gewoon de 2-uur chart hier rechts, ook kunt profiteren van die dagcyclus. Want nogmaals, dit is natuurlijk lastig als je maar één keer per dag kijkt. Dus met zo'n 2-uur chart kijk je een paar keer per dag. Kijk, we hebben hier die daling gehad. Dat is dus deze beweging hier. Dus deze trapbeweging naar beneden. En vervolgens bij de Dow hadden we gezien een duidelijke boel en 80. En hier zien we eigenlijk een variant. Namelijk gewoon de eerste hoge bodem. Kijk, eerste hoge bodem. En hier zien we de bottoming tailbar. Dus ik maak dit even wat groter. Hè? Klassiek patroon hier. Klassiek patroon qua marktstructuur. Dus we hebben de daling, vervolgens zie je de eerste beweging omhoog. Je ziet ook hier die cyclus starten. Je ziet hier het M-patroon, zie je. Nou, krijg je een daling. Deze daling leidt dus tot een test van die low. En hier een hele duidelijke bottoming tailbar. Dus deze was eerst rood, hier wordt die gekocht. En dit is het punt van entry eigenlijk. Hier leg je je stop. Dus je hebt een stop van, wat is het zeg maar, een 200 punten ongeveer. Inmiddels staan we 400 punten, ruim 500 punten hoger. Dus je hebt al ruim 2,5 keer je risico teruggehaald. Dit is in principe hoe je het doet. En dan vervolgens kun je zeggen, ja, waar ga je dan koersdoelen zetten? Je kunt bijvoorbeeld op de nieuwe high zetten. Daar haal je een stukje van de positie. Haal je eruit. En je gaat op pivot lows.
ga je je stop aantrekken? Nou, dat leg ik allemaal uit ook in die cursus die ik geef. Ik ga dus niet alles hier vertellen. Maar je ziet in essentie, er zit structuur achter. Dat is het belangrijkste. Elke marktbewegingen zijn uniek. Dus een plaatje kun je niet 1-op-1 vergelijken met een plaatje van een week eerder of met een maand eerder. Maar de structuur is wel altijd hetzelfde. De structuur van een bodem is altijd hetzelfde. Ik heb jullie dat ook diverse keren uitgelegd. We hebben een familie van bodems. We hebben de veebodem. Dat was wat ik jullie in de Douw heb laten zien. Dat was een veebodem. We hebben dan deze bodem. Dus de test van de low hier. Kijk. Dan hebben we de eerste hoge bodem. Hier. Dat is deze. Eerste hoge bodem. En dan hebben we de fail break variant hier. Zie je? Fail break variant. En je ziet ook, dit is in principe op intraday basis een eerste hoge bodem. En kijk even met me mee op dagbasis. Zien we hier dat het weer zo'n bear trap is. Zie je? En daar hebben we ook al heel lang bij stilgestaan. Kijk, en dat kunnen we ook zien als we hier die grafiek even uitzoomen. Zo. Je ziet hier deze low, wordt hier gebroken. En dat is dus deze swing low, wordt hier gebroken. Dus het lijkt op een voortzetting naar beneden. En vervolgens worden iedereen die hier verkocht is getrapt. Je komt hierboven, eerste hoge bodem en dit is een klassiek long signaal. Dus die traps, die bear traps en bull traps, die komen overal voor. En dat is klassieke marktstructuur, bestaat al binnen 100 jaar. Zal ook nog 100 jaar blijven bestaan. Dit is heel klassiek. En daarom is het ook zo belangrijk dat je verdiept in de marktstructuur. Dus hoe bewegen markten? En alle markten bewegen op dezelfde manier. Hebben dezelfde soort type bodems. Familie van bodems zou je kunnen zeggen. Ongeacht of het nou crypto is of valuta of dat soort zaken, marktstructuur is overal hetzelfde. Maar het gaat erom dat je er echt in gaat verdiepen. Dat levert je enorm veel voordelen op. Nou, dit is uiteraard zeer bullish. Wat zou nu de bearish variant kunnen zijn? Nou, de enige bearish variant die ik kan verzinnen is dat we hier een dramatische daling zien, waardoor we hier een bear trap zien. Een bull trap zien. Dus kopers hier op nieuwe highs worden hier getrapt. Maar dan hebben we eigenlijk maandag of dinsdag een forse daling nodig. Dat zou eventueel de top kunnen inleiden. En dat zou mij ertoe kunnen zetten om misschien een eerste hele kleine short positie in te nemen. Maar als je kijkt hoe krachtig binnen 1, 2, 4 dagen we alweer een nieuwe high maken en hoe overtuigend dit is, ja, dan lijkt het er bijna eerder op dat we nu nog in een soort laatste blow-off fase komen, waar we misschien nog even flink afstand nemen en dat we dan die top gaan inzetten. Want ook dat heb ik in eerdere vlogs al een keer vermeld. Je ziet bij een aantal trends die bewegen zo en tegen het einde van die trend gaat die trend nog even versnellen. Dus wees niet te snel te bearish. Laat de markt gewoon het signaal geven. En we weten wat we zoeken. Dat is dus die marktstructuur. Je weet waar je nou op zoek bent. En tot die tijd geef je gewoon de trend het voordeel van de eventuele twijfel. Dus als je zegt, ja, maar we zijn al zo ver in de cyclus. Nu moet het toch naar beneden. Nou, ten eerste, niks moet. Je ziet dat die markt is gewoon ijzersterk. Maar wacht dan gewoon op het signaal dat er is. En volg tot die tijd gewoon die trend. En je ziet dat veel makkelijker geld verdienen is dan elke keer proberen in te zetten om in zo'n daling geld te verdienen. Dat is gewoon hartstikke moeilijk. Het kan zijn dat je hier misschien 1 of 2 dagen een keer wat leuk geld verdient. Stap je 1 dag te laat uit, dan ben je weer alweer het geld kwijt. Dus de trend volgen totdat de trend duidelijk bewijs heeft gegeven dat het tegendeel nu van kracht is. Dat is een veel betere strategie dan elke keer tegen de markt in willen gaan. Dat is eigenlijk men noemt dat ook een suckers strategy. Dus een mooie manier om je account heel snel op te blazen. Nou, dat is natuurlijk het laatste wat je wilt.
Russell dan. Ook Russell heeft een aardige herstel laten zien, maar is relatief natuurlijk de zwakste markt. Dat zie je ook. De Dow zit nu bovenaan de weerstand. De Nasdaq zit alweer op nieuwe highs. De Russell zit eigenlijk gewoon nu een beetje halverwege die range. En ik gaf ook volgens mij in de vorige vlog aan, op het moment dat je een onderkant koopt, het meest natuurlijke koersdoel ligt altijd halverwege de range. Dat hebben we nu gehaald. Als we daarvan uitgaan dat hier mogelijk die weekbodem ligt van die Russell, is dit hier mogelijk de mid-cycle low. En zouden we zeg maar zo'n beweging verwachten, ook in hetzelfde tijdvenster wat ik voor de Dow heb aangegeven. En dat zou betekenen dat de Russell waarschijnlijk geen nieuwe highs meer maakt. Dus de Russell is heel duidelijk de zwakkere beurs. En dat past ook in het plaatje. Waarom? Je ziet naarmate een trend meer volwassen wordt, zie je dat die trend, of dat die beurzen, die worden gedragen door steeds minder fondsen. Je ziet het aan de breedte van de markt. Ook in de Nasdaq heeft nieuwe all-time highs gemaakt, maar het merendeel van de fondsen heeft al lang afstand genomen van hun top. Het zijn dus vooral de grote fondsen, de Apple, de Google, de Microsoft, de Amazon, die de index feitelijk dragen. De grote fondsen hebben al afstand genomen en je ziet dat meestal de index uiteindelijk daarna later volgt. En dat zie je een keer terug, want de Russell, dat zijn de small cap fondsen, dat zijn dus zeg maar niet de big caps, maar de small caps. En je ziet dat die het aanmerkelijk minder goed doen dan de Nasdaq, die dus juist door die grote fondsen naar nieuwe all-time highs wordt gestuurd. In principe is de Russell min of meer vanaf begin dit jaar, is het eigenlijk praktisch dood geld. Is het gewoon min of meer 0% rendement. Dus de beurs als geheel zit inderdaad eigenlijk al in een correctiemodus. Het feit dat de indices opnieuw all-time high staan of er dicht tegenaan, komt puur door het feit dat het de grote zwaargewichten zijn, die natuurlijk zeer dik vertegenwoordigd zijn in zo'n index. En meestal zie je dat die als laatste zeg maar breken en dat dan de index ook gaat corrigeren. Dus ook dit is iets dat elke keer terugkomt, zeg maar die rotatie tussen indices en dat je voor de echte top in zo'n index, dat je ziet dat de breedte van de markt zwakker wordt. Dus dat meer fondsen onder hun 50-daags gemiddelde komen, dat steeds minder fondsen een nieuw all-time high maken, dat steeds meer fondsen en nieuwe 50-weeks low maken, dat soort zaken. Nou, dat zien we hier goed terug in die Russell. En dat bevestigt eigenlijk mijn vermoeden dat we die 80-weeks cyclusbodem nog niet hebben gezet. Dat die dus nog moet komen. En zoals ik al zei, mogelijk dus in dat venster van oktober tot misschien uitlopend tot eind oktober zo'n beetje. Goed, dan de VIX. Nou, kijk, de VIX, dat is het klassieke plaatje weer. Dit is de maandag geweest. De maandag hadden we een flinke beursdaling. En je zag, als je naar de Dow keek en de Nasdaq, die sloten allemaal op hun low van die maandag. Maar de VIX, kijk, had hier zijn high en sluit dus al lager. Dat is al een voorbode dat een bodem aan zat te komen. En je zag vervolgens weer de klassieke implosie. En we komen even hier boven of tegen die zone aan en sluiten uiteindelijk weer lager. Dus ik gaf aan, we moeten hier echt boven blijven. Dit is weer zo'n eendags vlieg hierboven, implosie. Dit is dus niets meer en niets minder dan zo'n correctie van een 2-3 dagen. Die correctie kan fel zijn, dat hebben we maanden gezien. Dus de beurzen zijn in staat om flink te onderuit te gaan. Alleen er is nog totaal geen angst. Dus na een dag of twee wordt die beurs weer gekocht. En dat zien we in die VIX terug. Er is gewoon geen angst. Of dat wil zeggen, de angst is beperkt tot 1 à 2 dagen. Dat zie je hier. En dan heb je die weer weg en dan heb je weer een VIX die eindelijk weer in die range zit. Dus hier is eigenlijk niks nieuws. En wachten we gewoon op een VIX die echt duurzaam hier boven dat niveau kan uitbreken.
De DAX. DAX is eigenlijk samen met de Russell relatief de wat zwakkere markten. Waarom? Kijk eens even hier. De trading range hier in zitten. Ook hier zagen we een sell-off. We zien een flink herstel. Het zou heel goed kunnen dat we hier die high testen. Maar de DAX is in principe gewoon dood geld. Zolang we hier in deze range zitten. Dat gezegd hebbende, stel dat die DAX hieruit zou breken. Hier. Dan is dat eigenlijk een koopsignaal. En dat is een beetje raar. Omdat we enerzijds de 80-week cyclus afwachten. En we verwachten dat die mogelijk ergens in oktober komt. Maar stel dat je krijgt een uitbraak en je zegt, ja, moet ik die dan kopen? Kijk, voor mij, en dan zie je dus een conflict. Hè? Dus je ziet dan bijvoorbeeld een uitbraak, terwijl je eigenlijk qua cyclus eerder verwacht dat de koersen nog omlaag gaan. Bij dit soort twijfels, hè, dus stel je krijgt hier een uitbraak. Stel we breken hier uit. Bij dit soort twijfel kies ik altijd voor price action. Dat betekent, je probeert op de korte termijn een entry te vinden. Je zet bijvoorbeeld de stop onder het uitbraakniveau. Kijk, dan kun je eigenlijk niets fout doen. Want stel dat we hier uitbreken en de koers beweegt hier 5 of 10% opwaarts. En dan blijkt bij nader inzien dat die cyclus in de DAX misschien anders zou lopen. Dan sla je dus die trade over, omdat de cyclus in potentie iets anders aangeeft. Maar wij handelen natuurlijk niet op dingen die in potentie gebeuren. Want in potentie kan er een heleboel gebeuren. Maar wij handelen op signalen die de markt ons verschaft. Hè. De cyclusgedachte is een ondersteunende tool. Price action is wat de markt echt doet. En dat is waar wij op handelen. Dus stel dat die markt hier zou uitbreken, dan probeer je die uitbraak gewoon te pakken, omdat dit een belangrijke trading range is. En op het moment dat die opwaarts wordt uitgenomen, dan is dat in essentie een koopsignaal, zoals we het bijvoorbeeld hier zien of daar hebben gezien. Hier of hier. Nou, natuurlijk hoeft dat niet te lukken. Kijk, het kan zijn dat die uitbraak hier faalt. En daarom moet je ook altijd een goede stop hebben. Dus op het moment dat je hier bijvoorbeeld op die uitbraak long gaat, dan zet je hier op die bar onder de uitbraak, daar zet je je stop. En dan kan het zijn dat je 200-300 punten risico hebt. Daar tegenover staat, mocht de koers inderdaad 1000 punten of verder gaan, dat is je opwaartspotentie. Dus je moet dan altijd een marktintelligente stop zetten. Maar wat ik eigenlijk wil aangeven, gebruik het cyclusconcept als ondersteuning. Maar handel op wat de markt jou daadwerkelijk aangeeft, namelijk de echte price action. Kijk, want hier zien we dat ook weer. Die bekende bear trap. Daling onder swing low 1 en swing low 2. Het lijkt erop dat we dus verder naar beneden gaan. Mogelijk hier dit niveau testen. En wat gebeurt er? We komen binnen no time weer terug. Klassieke bull trap. En dat is uiteindelijk wat de markt ja, vertelt, dit is price action. En op price action gaan wij handelen. En hier bovenkant kan natuurlijk hetzelfde gebeuren, klassieke bear trap. Alleen dat weet je niet op voorhand. Hè. Je weet niet dat het een bull of een bear trap wordt. Je merkt het op het moment dat je erin zit. En daarom moet je dus op het moment dat je erin zit en je gaat het handelen, werk je gewoon met een stop. En op het moment dat je wordt uitgestopt, nou, dan heb je in positie met verlies gesloten. Daar staat tegenover op het moment dat die positie goed loopt, dat je in potentie dus 3-4 keer je risico terug kunt verdienen. En dat is uiteindelijk trading van de 100 keer. Zul je zien dat je 30-40 keer wordt uitgestopt. Maar die keren dat je dus winst maakt, maak je veel meer winst dan dat je eigenlijk winst teruggeeft of verlies maakt bij die uitstoppers. Hè. Dat is uiteindelijk waar het bij trading om gaat. Maar goed, in zeg maar allesomvattend vind ik de DAX samen met de Russell natuurlijk het minst interessant om de hele simpele reden. Net als in de Russell is de DAX eigenlijk van het begin dit jaar, of nou niet van eigenlijk van zeg maar april zo'n beetje,
Een beetje dood geld, terwijl dus, en de actie die ligt eigenlijk vooral in de Nasdaq en dan gevolgd door de Dow. Dus dit zou voor mij pas interessant zijn als we echt hier een goede uitbraak hebben. En ik ook nog een goed risicopunt heb. Kijk, want stel we breken hier nu uit, maandag of dinsdag, dan moet je wel kijken waar kom je vandaan. Kijk, dan kom je hier vandaan en je moet goed begrijpen, 75% van alle uitbraken faalt. En wat zijn dat voor uitbraken? Dat zijn uitbraken die meestal van ver komen. Nou, hier zien we al 1, 2, 3, 4, 5 of 6 bars stijging. Als je naar 5 of 6 bars stijging uitbreekt, dan is de kans dat op een vervolg, die is vrij klein. Want je ziet meestal na een bar of 3 tot 8 stijging of daling dat de markt dan gaat keren. Hier zagen we ook 1, 2, 3, 4, 5 bars naar beneden en het keert weer. Dus als we nu meteen uitbreken, dan ben ik daar zeer voorzichtig mee. Wat ik dan idealiter wil zien, is dat we bijvoorbeeld hier even een pullback doen en dan dit. Dus de uitbraken die dus zeg maar van ver komen, die falen meestal. Wat je eigenlijk wilt zien, is dit soort uitbraken. We testen het niveau, blijven er even een beetje onder hangen en breken dan uit. Dus dat zou in casu betekenen dat je dit test, dat we dan even hier een beetje gaan corrigeren en een zogenaamde build-up en dat we dan uitbreken. Kijk, dit zijn de uitbraken die niet falen, die dus lukken en die wil je met name gaan traden. Dus even een woord van voorzichtigheid. Dat je niet als een blinde kip meteen een nieuwe high gaat kopen, want dat kan inderdaad wel eens verkeerd aflopen in de DAX. Goed, dan gaan we naar het goud. Ik gaf aan dat we in het goud nu op zo'n punt zitten waar we die dagcyclus top kunnen verwachten. Nou, we zien inderdaad dat we hier per saldo iets gecorrigeerd zijn. Het heeft nog geen hele grote uitwerking gehad. Kijk, feit is, en dat zien we hier terug in de week. Ik zet dat eventjes iets lager. Zo. Feit is dat dit is een hele grote dikke rode bar. En dit is dus, kijk, deze bar is impulsief en dit is dus correctief. Kijk, dit is bedoel ik met correctief. Je ziet overlappende bars. Overlappend betekent ze zitten in elkaars range. De high en de low zit in de range. Terwijl dit is impulsief. Je ziet dat die bars elkaar aansluiten. Hè. Waar de ene ophoudt, daar begint de ander hier. Dat is dus niet overlappend. En normaal gesproken, normaal zien we dus na zo'n daling, zien we dus, en een correctieve beweging, zien we dus hier nog één beweging naar beneden. Dus het zou mij niet verbazen dat die korte zo loopt en dat we hier dan op een lager niveau de weekcyclusbodem maken en dat we dan uiteindelijk weer mogelijk een nieuwe beweging omhoog gaan krijgen. Omdat dit is correctief, dit is nog niet echt een herstel na deze grote dalingsbar. En die weekcyclus hier, die lijkt ook nog niet, die lijkt nog niet af te zijn. Dus hoe kunnen we dat nou invullen hier? We zitten hier in de eindfase van de dag. Wat bullish is op de korte termijn, is dat zijn die tails. Dus je ziet hier onder 1800, zie je elke keer van die tails, dus zwakte, zeg maar tussen 1800 en 1701 wordt elke keer gekocht, maar het leidt vooralsnog niet tot een herstel. Dus voor een echt herstel wil je boven die 1810 komen en dan zou je bijvoorbeeld een nieuwe beweging omhoog kunnen krijgen, waarbij ik denk dat we uiteindelijk nog een falende cyclus gaan krijgen. Dus tenzij we hier echt nu met kracht uitbreken, dus echt dat we echt een dikke groene weekcandle hebben, zie ik dit als een pauze, als een soort vlagpatroon hier, gevolgd door een nieuwe daling en mogelijk een test hier van dus deze zone. En dat dit dan uiteindelijk leidt tot een wat duurzamer herstel.
Nou, we gaan ook even kijken meteen naar het zilver. Kijk, want het zilver, gaf ik jullie aan, is in de vorige vlog, is relatief zwakker dan het goud. Dat zien we hier ook. We zien hier ook dat herstel in goud was krachtiger. Hier zien we alweer nieuwe lows in het zilver. Dat zien we in het goud nog niet. En ik gaf jullie aan, het is heel goed mogelijk dat we in die range die we hier hebben. Dus dit is de bovenkant 29,30. Onderkant 23,22. Dat we die onderkant hier gaan testen. En die onderkant, dat zou een mooi niveau zijn om hier mogelijk longposities voor de wat langere termijn aan te nemen. Nou is dat nog wel een eindje verwijderd hoor. Dus 23, 22. We zitten nu zeg maar op 25. Dat betekent dus, nou laten we zeggen nog een 8-9% verwijderd. Dat is nogal wat. Dus het hoeft niet zo ver te komen. Maar ik zie op dit moment ook hier ja, eigenlijk nog niet iets wat mij, waardoor ik heel erg bullish ga worden. Op de korte termijn hè, wel te verstaan. Kijk, deze rode bar hier, die heeft al dit eigenlijk in één keer weggevaagd. En wat we daarna zien, dit is gewoon correctief. Dit is nog vrij zwak. En dat betekent dat ja, dit eerder het patroon is wat ik zou verwachten. En voor een echt herstel, en voor een kentering van het sentiment, ja, wil je eigenlijk zien dat we hier boven komen. Dus als we hier echt krachtig boven komen, dan denk ik dat je weer aan de longkant kunt opereren. Je zou bijvoorbeeld op de korte termijn kun je een eerder punt pakken. Kijk, je ziet, dit is een interessante zone. Hier zie je dat die koersen elke keer even gepauzeerd zijn. Stel dat we hier nu een krachtige uitbraak hebben. Dus we hebben echt een krachtige bar nodig erboven. Dus niet één of twee keer erboven, nee, een krachtige bar erboven. Kijk, dan is het redelijk aannemelijk dat wij hier een herstel tot 27,5 zien. Kijk, en dan zou je hier voor een anderhalve dollar een positie in kunnen nemen. En misschien dat we vanaf daar wel hoger gaan. Dus boven die zone 25,50 tot 25,70, mits er een krachtige uitbraak is, dan zou ik hier wel een kleine longpositie voor de korte termijn willen innemen. Met als eerste koers toe, zeg maar, hier dit niveau. Maar dit is allemaal korte termijn werk. Ik vind het hier, kijk, als je dit bekijkt op weekbasis, ja, is nog niet heel erg interessant. Dus we moeten hier gewoon geduld opbrengen voor een punt onderaan die range bijvoorbeeld, of dat we echt een uitbraak hebben. Maar op de langere termijn, kijk, ziet het er in essentie nog steeds bullish uit. Want dit is dus impuls, dit is eigenlijk gewoon correctie. En zolang we eigenlijk hier boven deze zone blijven, is dit uiteindelijk nog het plaatje. En het leidt er nu gewoon op dat we hier, dit is die maandcyclus, hè, dat we hier end of cycle zitten in die maandcyclus. Kijk, zo loopt dus het patroon. En dat we gewoon die maandcyclus, die moeten gewoon afwerken. En daar hebben we waarschijnlijk nog een aantal weken voor nodig. Er zal ook nog genoeg tijd zijn om hier uiteindelijk een positie in te nemen. Dan voor de periode daarna minimaal een 12 maanden. Dus dit is allemaal ja, op dit moment nog redelijk bearish. Maar zoals gezegd, zilver vind ik met name interessant op iets langere termijn. Dus dit hier hebben we tijd. Even rustig afwachten wat er gaat gebeuren. En zeker niet te snel happen, want we zitten hier in die grote trading range. In een trading range, zoals eerder gezegd, daar wil je ook niet al te snel iets ondernemen. Oké, als laatste dan de Bitcoin. En interessant patroon, want dit is een
dacht ik dus bodem. Maar is dit ook meer? Dat is even de vraag. Kijk, we hebben... ik zei in een aantal vlogs geleden, gaf ik eigenlijk aan, het feit dat wij, zeg maar, na die daling nu in een soort range terechtkomen. Eigenlijk is het een grote range, hè? Je hebt zeg maar tussen 40 en 29 zo'n beetje. Dat is op zich goed nieuws, want hierboven zag je enorm veel speculatief kapitaal die met hefboom gingen werken. En die zijn op een bepaald moment in die daling en hier ook weer in die bear traps, hè? In die bull traps, ja, in die uitbraken zijn die eigenlijk uit de markt gepest. En je ziet nu opvallend dat, en dat is goed nieuws, dat we hier in die range, zeg maar 31, 29, dat daar toch elke keer kopers terugkomen. En ik gaf aan, in principe verwachtte ik nog een nieuwe low. En ik had hier ook dit plaatje had ik jullie laten zien. Ik zal het eventjes hier inzoomen, zo. Ik had gezegd, in principe, wat zou er kunnen gebeuren? We kunnen hier nog een laatste beweging krijgen en mogelijk een testje van die 2017 high. En dat ik hier die piramide had liggen, hè, met gestaffelde kooporders, om hier op een eventuele laatste uitschudding naar beneden, om daar nog een nieuwe staffel eigenlijk van bitcoins te kopen. Waarom ook, als je kijkt naar marktstructuur, dan zie je dat dit is duidelijk een impuls en dit lijkt eigenlijk op een soort correctie in tijd, is nog niet, dat is dus niet echt overtuigend. En dat noopt me eigenlijk tot het idee dat we hier nog één beweging naar beneden krijgen, alvorens de beweging omhoog weer te hervatten. Oké. Daar is in essentie nog niets aan veranderd. In die zin, ik gaf jullie ook aan, we hebben twee niveaus nodig die gebroken moeten worden, namelijk het echte niveau ligt hier op, zeg maar, 41.000. Dan wordt, zeg maar, die bovenkant van die, ik noem het maar even, trading range, die wordt gebroken en dan wordt die trading range echt afgebroken. Of afgerond, moet ik zeggen. Op de korte termijn ligt het niveau, het te doorbreken niveau, ligt, zeg maar, hier rond die 36,5. Want daar zagen we hier een aantal highs. En daar zitten we nu, nou, niet zo heel ver vanaf, zeg maar $1000. Dus wat positief is, en dat is op de korte termijn vind ik zeer positief, is dat wij wederom in die zone kwamen hier tussen, nou, 31 en 29. En dat blijkbaar daar niemand meer in paniek raakt en tot verkopen overgaat. En dat getuigt ook, of dat is ook het bewijs dat de weak hands, dat die er blijkbaar niet meer zijn, maar dat hier dus duidelijk wordt gekocht. En dat is natuurlijk positief, want blijkbaar zijn grote partijen in die zone, zien ze dus value, zien ze dus waarde voor Bitcoin. En het zou dus kunnen zijn, ik ben nog een beetje voorzichtig, dat dit hier inderdaad nu hier de weekbodem is van de Bitcoin en dat we nu weer het herstel inzetten. Maar deze beweging hiervoor is nog niet genoeg. Het is een eerste goed begin, maar je ziet ook hier hadden wij een vergelijkbaar scenario. We hebben hier een nieuwe low gemaakt. Toen dacht iedereen, oh, nu gaat het gebeuren. Bitcoin gaat richting de hoge twintigers. Wij kwamen sterk terug van 29 naar, zeg maar, 36, toch vrij indrukwekkend. En gingen daarna ook weer terug naar bijna een nieuwe low. Dus deze stijging is positief op de korte termijn. Het is positief dat we hier een onderkant hebben gevonden waar blijkbaar partijen structureel, voor zover je dat kunt zeggen, kopen. Maar we zijn nog niet door de problemen heen. Dus we moeten dit niveau uitnemen. En we moeten dit niveau uitnemen. En wat ik dus eigenlijk graag zou willen zien, is dat we nou
bijvoorbeeld dit patroon laten zien of als alternatief dit patroon. Dus dat we hier gewoon een hoge bodem neerzetten. Dus positief op de korte termijn, op de lange termijn weten we eigenlijk nog niet zo heel veel. Dus ik wil niet de hoop meteen in de grond inboren. Het is opbouwend. Het lijkt erop dat deze zone hier, dat dit een accumulatiezone is. Dus dat daar posities hier op zelfs geaccumuleerd worden. Maar dan is het ook nodig dat een vervolg komt. Kijk, op het moment dat hier namelijk kopers instappen, dat is een eerste vereiste voor een bodem. Absoluut zeker. Maar dan wil je vervolgens een vervolg. Je wilt dan niet dat de koers even 10% omhoog gaat en dan weer terugvalt. Nee, je wilt dan dat een tweede groep kopers erin komt en een derde groep. En dan krijg je uiteindelijk deze beweging, dat zeg maar de eerste kopers, die hebben hier gekocht, dan komt een tweede golf en een derde golf. En die blijft tot nu toe uit. Nou, en dat willen we dus gaan zien. Want je ziet in de maandgrafiek, kijken we nog heel even rechts, de maandgrafiek. Daar zien we, kijk, dat die double stochastics, die zit dus hier onderin. Die zit dus op zich op mogelijk bodemniveau. En heb ik dit eventjes even ingetekend. Dit zijn zeg maar de maandcycles geweest. Hè? 19 maanden. Dit is een lange 28 maanden. Hier hadden we een korte 15 maanden. En we zitten nu op 17 maanden. Kijk, je ziet nu hier, deze staat onderin. En dat kan twee dingen betekenen. Dat we inderdaad nu op een maandcyclus zitten. Dus dan zou die weer opwaarts moeten krullen. Zoals hier. Maar hier zag je ook, dus dit zou het bullish scenario zijn, zo hè. Maar het kan ook goed zijn dat we zeg maar hier zitten. Kijk hier. En dat we dus hier nog een vervolg gaan krijgen en uiteindelijk dus een vervolg en uiteindelijk een lagere deze beweging. Dus daarom sluit ik dit nog steeds niet uit, dat we in essentie nog een beweging krijgen tot zeg maar dit niveau. En dat we daar dan de echte bodem gaan zetten. Hoe dan ook, op de lange termijn, of het nu omhoog gaat. Of dat we bijvoorbeeld er nog 2, 3, 4 maanden, misschien 5 maanden over doen. En in de tussentijd misschien die hoge, of in de 20, 22.000 dollar zone terechtkomen. Dus zeg maar hier die high van 2017. Dat maakt op de lange termijn niet heel veel uit. Op de lange termijn is dit nog steeds een hartstikke bullish verhaal. De trend is opwaarts. De cycles zijn sterker. Je ziet dat de toppen vallen laag. En kijk, als je kijkt naar deze cyclus van hier naar daar. Dit is de opwaartse stuk. We zitten nog steeds in het bovenste deel van de beweging. Dus op de lange termijn allemaal helemaal niks aan de hand. Ik wil alleen aangeven, het lijkt nu positief. Maar wil er echt een lange termijn bodem zijn, dan hebben we nu een tweede en derde golf van kopers nodig. Dus we hebben dit nodig. En uiteindelijk moeten we hier boven uitbreken. Dat is heel cruciaal. Die 40, 41, 42 zone, die moet worden uitgenomen. Dan kunnen we echt zeggen dat op maandbasis hier inderdaad een bodem is gezet. En zolang dat niet gebeurt, hou ik er rekening mee dat we uiteindelijk toch nog een keer hier onder die zone terecht kunnen komen en dat we dan de uiteindelijke bodem gaan vinden zeg maar in deze zone zeg maar tussen 20 en 25. Kijk, en als je over een paar jaar misschien op 300, 400, 500.000 dollars staat, dan maakt het niet veel uit of we nou nu van 30 naar 20 gaan of van 30 naar 25, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar ik geef wel even aan, hou die dingen goed gescheiden. Bitcoin is nu even weer flink aan het stijgen. Je ziet dan meteen weer ook nieuwsberichten. Eerst dat Bitcoin weer onderuit gaat, onder de 30. En dan weer dat het fors herstelt. Maar voor het langere plaatje, dus als je zegt ik wil posities kopen voor de langere termijn,
dan denk ik dat je een onderscheid moet maken. Heb je ze al of wil je ze nog hebben? Als je posities al hebt, dan zou, dat is mijn mening, dan zou ik wachten om bij te kopen op inderdaad een daling, zeg maar in de zone 20 tot 25. Want ik ga ervan uit dat de meeste mensen de posities niet op de top hebben gekocht. En je wilt echt een soort uitverkoop hebben om nog eens goedkoop in te stappen. Heb je posities niet, kijk, dan is het nu interessant om inderdaad een eerste pluk te kopen. Want stel dat die daling er nooit komt, ja, dan heb je geen posities en je wilt ze niet pas weer op 60 kopen. Dat je nu bijvoorbeeld een deel koopt en dat je de tweede deel inderdaad met een staffel ook weer tussen die 20 en 25 zet. Omdat dus, zoals ik zei, op langere termijn het plaatje gewoon nog steeds hartstikke bullish is. Op de korte termijn daarentegen, op de hele korte termijn is het bullish. Maar op zijn middellange termijn hier moeten we dus echt hier boven dat niveau uitbreken. En zolang dat niet het geval is, ja, zijn deze bewegingen voor mij nou eigenlijk weinig zeggend. Dit hoort bij een trading range en kijk maar hoe vaak wij toch wel indrukwekkende bewegingen hadden binnen een paar dagen tijd, die uiteindelijk dan toch allemaal werden gebruikt om te verkopen. Dus we moeten hier echt boven die 40-42 uitbreken. Voor echt dat we kunnen zeggen, ja, nu is die maandbodem dus gezet. Goed, we hebben alles weer besproken. De kaarten liggen denk ik helder op tafel. En ik zie jullie dan aanstaande zondag weer terug voor de volgende vlog. Tot dan.